Wat hebben Europese contacten persoonlijk voor u betekend? Veel inspiratie. Want het is goed om te zien hoe andere landen in de Europese Unie en daaromheen hetzelfde soort problemen oplossen. Maar ook een heel noodzakelijke hechte samenwerking om Nederland en Europa veiliger te maken, om recht te doen aan mensen. Ja, als ik zo naar u luister, dan heeft u het eigenlijk ook wel een beetje over grensoverschrijdende problemen, hè, samenwerken. Maar voor u persoonlijk, bijvoorbeeld carrière of relatie, heeft dat iets voor u betekend, Europa? Ik denk dat het belangrijkste is wat het betekent voor de manier waarop we ons werk doen. En in dat opzicht zeker collega's, ideeën die ik heb ontmoet bij die collega's. Ook de mogelijkheid om zelf ideeën aan te reiken, draagt ook bij aan de kwaliteit van iemands werk. En heeft u dat ook dan teruggezien, bijvoorbeeld dat u een collega in Engeland heeft ontmoet en verteld van, nou, dit is hoe wij het probleem voortijdige schoolverlaters in Nederland aanpakken, en dat u dat daar dan terugziet? Bijvoorbeeld, we hebben hier in Nederland Franse collega's op bezoek gehad die bijvoorbeeld wilden zien hoe het TBS-systeem werkt, hoe veiligheidshuizen werken. Waar we dus voor zorgen dat het niet alleen maar straf is, maar dat er ook aan wordt gewerkt om een betere toekomst op te bouwen. Ik heb sommige collega's al heel lang ontmoet, zoals mijn vroegere Duitse collega Wolfgang Schäuble, nu minister van Financiën, eerder op hetzelfde beleidsterrein als ik werkzaam. En dan kun je dus ook ervaringen met elkaar delen over een lange periode. Ja, u heeft net tijdens uw speech een aantal keer, en heel vaak eigenlijk, het woordje vertrouwen en ook vertrouwensbreuk laten vallen. Wat kunnen burgers nou eigenlijk zelf doen om vertrouwen te vergroten tussen de Europese Unie en de burgers? Je realiseren hoe mooi het is dat we nu geen grenzen en grenswachters meer om ons land heen hebben. Hoe goed het is voor onze cultuur, onze economie, dat er uitwisseling is met mensen uit andere landen. En ook als we zien hoe mensen gelukkig kunnen worden wanneer ze mensen uit andere landen ontmoeten. Soms voor het leven. Wauw, inderdaad. En de heer Van Rompuy is op dit moment de voorzitter van de Europese Unie. Waar zou hij prioriteit aan moeten geven volgens u? Herman Van Rompuy is iemand die heel goed weet welke ideeën Europa hebben helpen ontwikkelen. En hij is iemand die altijd oog heeft voor de manier waarop die ideeën doorwerken in het leven van mensen. Hij komt binnenkort ook in Nederland spreken en ik hoop daarbij te zijn. Ja, dus u heeft eigenlijk geen antwoord op de vraag gegeven. U heeft zoiets van, nou, hij doet het goed, maar hij komt binnenkort naar Nederland. Wat gaat u tegen hem zeggen? Waar moet hij aan werken? Ik zal hem aanraden om vooral ook de mensen in ons land, in Nederland, op te zoeken. Want er zijn te veel mensen die de Europese samenwerking de rug hebben toegekeerd of denken dat we het ook wel zonder kunnen. Dat is gewoon niet waar. We zouden niet zo'n mooi, zo'n welvarend, zo'n interessant land zijn als we dat niet samen deden met mensen uit andere lidstaten van de Europese Unie. En ik weet zeker dat Herman Van Rompuy die boodschap ook graag overbrengt. Oké,